Hallo en welkom in een nieuwe video. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de thema of de titel Je hart openen en liefde toelaten. Hoe dat komt dat dat onmiddellijk weer angst met zich oproept, met zich meebrengt. Voor degenen die mij nog niet zo goed kennen, ik ben Lindsay. Ik ben transformatiecoach, healer, schrijver, wat dat je het ook wil noemen, maakt niet uit. Het is mijn bedoeling om zoveel mogelijk mensen nieuwe inzichten te brengen, zodat ze zichzelf kunnen versterken en opnieuw in hun kracht kunnen stappen om een blij, gelukkig, overvloedig leven te gaan leiden en gaan vormgeven op de voorwaarden zoals dat jij voelt, diep van binnen dat mogelijk is. Nu, een open hart en liefde toelaten, daar roept angst op. Nu, hoe is het mogelijk dat zoiets moois als liefde zoveel laagtrillende energieën eigenlijk met zich meebrengt? En eigenlijk is dat niet zo abnormaal als je weet dat we leven in een duale wereld. Nu, in een duale wereld leven, dat betekent dat je meer leert over hoe enerzijds punt A ervaren en hoe anderzijds punt B ervaren. Dus je weet dan wat het verschil is. En je weet bijvoorbeeld veel gemakkelijker wat dat koude is nadat je ook warmte kon ervaren, net door die verschillen kan ervaren. Je weet wat dat is om je goed te voelen, om je geliefd te voelen. Zeker nadat je ook weet hoe dat het voelt om een relatiebreuk te ervaren. Nu, in deze video ga ik niet verder in op het helen na een relatiebreuk, want dat is voor iedereen ook weer heel persoonlijk, omdat er ook weer andere lessen en andere thema's naar boven komen die voor iedereen anders zijn. Net omdat er ook voor iedereen andere dieperliggende wonden getriggerd worden. Nu, waar ik het wel met jullie over wil hebben, is over hoe overweldigend het overweldigende gevoel van diepe zielsliefde eigenlijk zoveel angsten met zich kan meebrengen. Nu, wanneer je je overweldigd voelt door het ervaren van liefde, dan is dat eigenlijk omdat je meer ontvangt van die energie dan dat jij toelaat in jouw energieveld. Je stroomt als het ware niet mee uit angst om het niet aan te kunnen. Dus anders gezegd, een teken dat eigenlijk je hart gesloten is of niet volledig open is. Want je laat de energie van liefde niet volledig door je heen stromen. Je blokkeert het eigenlijk ter hoogte van je hart. Waardoor het ervaren wordt als overweldigend. Waardoor het uiteindelijk overweldigend voelt of is of wat dan ook. Nu, laat me eventjes anders uitleggen aan de hand van een voorbeeld dat ik vaak gebruik wanneer ik het ook heb over overgave. Omdat het ook heel duidelijk aangeeft wat het precies is wanneer dat je dingen blokkeert. Dus stel je voor dat je in het midden van een rivier staat. En in plaats van je mee te laten drijven met het water, dan doe je er eigenlijk alles aan om te blijven staan in de rivier. Op die ene plaats, want daar kan je het. Je weet hoe ver het is naar de oever, je weet hoe diep dat is, je weet waar de stenen liggen, waar je kan stappen en zo verder. Maar hiervoor moet je dus alle energie die je hebt gebruiken om jezelf ter plaatse te houden. Waardoor je na verloop van tijd uitgeput bent van dat constant controleren, van je constant op diezelfde plaats te proberen te houden. En totdat je uiteindelijk op een punt komt dat je eigenlijk gewoon uit pure oververmoeidheid loslaat. En dat is hetgeen wat ik ook vaak zie in het proces van spirituele ontwikkeling. Waarbij dat we eigenlijk zodanig oververmoeid en uitgeput zijn, het niet meer weten, met de knieën op de grond van de handen in de lucht en uiteindelijk opgeven. Niet opgeven, we laten het eindelijk los. En dat lijkt alsof je het als het ware opgeeft, maar dan merk je dat eigenlijk dat gewoon meestromen met water eigenlijk veel leuker is dan dat je dacht. Bovendien gaat het ook een stuk moeitelozer, waardoor dat je eigenlijk ook meer energie over hebt om als het ware de verschillende oevers die je tegenkomt te gaan ontdekken en te gaan observeren. Dus nu dat je dat principe begrijpt, of beter begrijpt, kan ik zeggen dat ware liefde, ook wel gekend als die onvoorwaardelijke liefde, in het begin als overweldigend wordt ervaren. En dat is logisch. En dat zorgt er natuurlijk voor dat het automatisch dus ook weer angsten oproept. Want we weten niet wat het ons zal brengen. Laat staan dat wanneer je hart volledig gaat openen, wat gaat er dan gebeuren? En dus op zich is het begrijpelijk dat de meeste mensen heel zorgzaam omgaan met hun diepste emoties. Want wanneer je onvoorwaardelijke liefde ervaart, worden niet alleen je diepste schaduwen duidelijk voor jezelf. Je toont je ook vanuit je meest kwetsbaarste kant aan een andere ziel. Je staat puur in je naakte zelf. En naakter dan dat kan eigenlijk niet. En dat is heel beangstigend, want tenslotte heb je maar één hart. En als je dat hart geeft aan een andere ziel en die verkwist het, ja, dan is het game over als het ware. Dus vraag eens aan jezelf, ten aanzien van hoeveel mensen dat jij jouw volledige authentieke zelf toont. Maar dus inclusief alle onzekerheden, alle ideeën die in je hoofd rondspoken, alle angsten of wat dan ook. Want ik merk het zo vaak tijdens sessies met klanten,
dat zelfs ten aanzien van hun eigen partner, dat dat ook niet altijd mogelijk is om alles over zichzelf te vertellen. En vaak is dat ook meestal uit angst van hoe dat de ander zal reageren. Angsten, hè, dus vandaar dat dat ook altijd loskomt. Dus bezorgdheid, angst over hoe anderen zullen gaan reageren, dat zorgt er net voor dat sommige mensen hun gedrag constant aanpassen in de versie waarvan dat ze denken dat de ander hen het liefste gaat zien of grager gaat gaan zien of meer aandacht gaat gaan geven of wat dan ook. Maar dat is net het punt bij onvoorwaardelijke liefde. Hoe meer dat jij je werkelijke zelf toont en bent in de relatie, hoe magnetischer en aantrekkelijker je ook wordt voor je zielspartner. En dat vraagt natuurlijk om echt de diepte in te duiken, om echt die transformaties aan te gaan. En hierdoor leren we dat ons aanpassen eigenlijk niet de weg is dat we mogen lopen, maar wel de weg naar binnen. En in elke situatie zoveel mogelijk jezelf leren te zijn. En ik zeg bewust ook leren te zijn, omdat we dat net niet gewoon zijn. En dat betekent eigen keuzes maken en daar ook bij blijven, ongeacht wat dat betekent voor de anderen. En dat is een lastige, want vaak denken we verantwoordelijk te zijn voor de anderen, dat we hen moeten behoeden voor pijn. Alleen als jij hierdoor jezelf heel veel pijn bezorgt, dan is dat eigenlijk niet de weg dat jij mag gaan. Jij hebt enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van jezelf af te leggen. En onderweg, tijdens die reis terug naar onvoorwaardelijke liefde en dus naar jezelf, komen we dus al die angsten en onzekerheden tegen dat we mogen aankijken, dat we mogen healen, dat we mogen transmuteren. Want in wezen zijn we allemaal zuiver en puur. We zijn heel en eigenlijk hebben we geen tekortkoming. We zijn allemaal perfect, terwijl dat we ondertussen ook een werk in proces in ontwikkeling zijn. En dat is eigenlijk ook onmiddellijk het leuke. We zijn allemaal altijd onderweg in het worden van een betere versie van die ware essentie dat we diep van binnen zijn. En dat is ook voor iedereen anders. We zijn allemaal een andere uitdrukking van een deel van die bron van het universum. Wat dat weer maakt dat onvoorwaardelijke liefde jou enorm veel kracht kan geven. Het is jouw waarde, het is jouw drijfveer, eigenlijk de reden waarom dat je zo hard werkt aan jezelf, waarvoor je eigenlijk ook bereid bent om te gaan vechten. Door onder andere jezelf elke dag te verbeteren, door jezelf te blijven uitdagen, door elke dag alle triggers die gespiegeld worden te transformeren, dus aan te kijken en te transformeren. En dat is eigenlijk een ware meester aan het werk. Dat ben je aan het worden wanneer dat jij in dat proces zit en de lessen van onvoorwaardelijke liefde aan het leren bent. Dus zie je hoe dat het openen van je hart aan liefde daadwerkelijk toelaat en eigenlijk niet zo eenvoudig is als we zouden willen? Want het bepaalt niet alleen de dynamiek van onze relaties, het vraagt des te meer een constante groei en nog meer bewustwording, nog meer gaan kijken, nog meer, ik zou zeggen kritiek, maar niet kritiek op een negatieve manier, maar gewoon kritischer zijn ten aanzien van de gedachten en de emoties die je voelt. Om te gaan kijken van oké, wat is hier het stukje dat ik nog mag aanpassen, zodanig dat het weer afgestemd en uitgeleend is en dezelfde frequentie heeft als wat ik diep van binnen ook ben en voel. Maar toch wil ik je zeker nog meegeven dat eigenlijk het openen van je hart en die liefde diep toelaten het meest eenvoudige dat is dat er is. Net omdat jij ook die onvoorwaardelijke liefde bent. Dat is jouw essentie, dat is jouw kern. En wanneer dat je meer en meer dat ook doet en meer ook keuzes maakt vanuit liefde en vanuit die onvoorwaardelijkheid, dan ga je ook zien dat die kracht daarvan, dat zich zal tonen en verspreiden op elk vlak in je leven. Waardoor dat je leven zal transformeren op zo'n manier dat je eigenlijk nu zelfs niet kan inbeelden of voor mogelijk houdt. Maar de belangrijkste voorwaarde daarbij is dat jij vanuit deze waarheid eigenlijk je leven wenst vorm te geven en keuzes constant maakt die daarmee afgestemd zijn, die daarmee samenhangen. Nu, wil jij lessen leren via liefde en niet langer via angst? Want dat is de keuze die je eigenlijk dagelijks maakt. Dat is de enige keuze die je eigenlijk dagelijks maakt. Wat kies ik via liefde? Kies ik via angst? Denk ik vanuit angst? Reageer ik vanuit angst? Reageer ik vanuit liefde? Of denk ik vanuit liefde? Dat zijn eigenlijk de twee zaken die je constant jezelf elke dag mag afvragen. Als je dan nog meer wilt gaan doen, dan nodig ik je uit om samen te werken in het traject zelfrealisatie vanuit de hart, gedrag en bewustzijn. Want daar gaan we doorheen de verschillende fasen van ascensie en bekijken ook de verschillende zielslessen aan de hand van de universele vlammen. En waarom aan de hand van de universele vlammen? Omdat die eigenlijk tools en inzichten onmiddellijk ook meebrengt in de energetische vorm. En dus dat je onmiddellijk niet alleen het mentale, niet alleen het emotionele, maar alles aanpakt. Dus energetische, mentale, biochemische, zelfs fysieke. En alles komt samen. Zodanig
Dat jij klaar bent, klaargestoomd wordt om die meester van jouw leven echt te gaan worden. En dan ga je beginnen leren en ga je beginnen dingen ook zien. Hoe eenvoudig dat het is om dingen naar je toe te aan te trekken, om een magneet te worden voor je wensen en om dingen te manifesteren op een moeiteloze manier. En niet door hard te werken. En dat is hetgeen wat iedereen verdient. En dat is ook de reden waarom dat ik ook deze video's zo vaak als mogelijk probeer te delen met jullie. Zo, dat was het voor vandaag. Als je met mij wilt samenwerken, als je vragen hebt, wat dan ook, kijk naar de linkjes onderaan deze video. Je kan mij via de website, via de contactpagina van de website, vragen stellen. En dan kijk ik op welke manier dat ik jou verder kan helpen. En op welke manier jij nu verder ondersteuning nodig hebt. Zo, dat was het voor vandaag. En dan zie ik jou in een nieuwe video. Wat? Ja, mijn zoon wil ook Surprise, naar mij. Dat is het leven van een ondernemende moeder en kinderen die door COVID thuis zijn en afstandsonderwijs volgen. Oké, okay. Zie jullie in de volgende video. Daag!